Dames en heren, welkom bij de Kavan Archiefdagen. De vakantie is achter de rug. We zijn in september aanbeland, 13 september. We hebben een nieuw logo, zoals jullie kunnen zien, achter mij, Kavan. Koninklijke Vereniging, de Archiefsector Nederland. We gaan vandaag weer verder met onze archiefdagen. En ik ben heel blij en heel gecharmeerd van het feit dat we vandaag Katelijne Buitenweg hebben kunnen bemachtigen om het verhaal te vertellen over haar boek. Wat ze een paar maanden geleden, een half jaar geleden, heeft laten verschijnen. Datumacht en tegenkracht. En we hebben volgende week Yevgeny Morozov, die eigenlijk ook in dit thema verder zal gaan. Maar vandaag zal Katelijne ons meenemen in haar verhaal. En het verhaal vooral vanuit de Nederlandse situatie bekijken. Katelijne, GroenLinks-politica. Ja. 10 jaar gewerkt bij het, in het Europese parlement in Brussel. En sinds juni van dit jaar werkzaam als, hoe noem je dat, bij de Raad van State? Staatsraad. Staatsraad. Nou, dat klinkt heel chic. En volgens mij is dat ook heel chic, want het is opgericht nog door Karel de Vijfde, had ik begrepen, in 1531. Ja, dus bijna over 10 jaar, 500 jaar geleden. Het advies van de regering op dit moment. En nou ja, daar ben je nu, neem ik aan, heel druk mee met de komende... Miljoenennota, Prinsjesdag, ja. Nou, ik zou zeggen, jongens, de meeste mensen van jullie kennen het boek van Katelijne in ieder geval in naam. En Katelijne zal ons nu meer gaan meenemen in de inhoud daarvan. Dus Katelijne, aan jou het woord. Nou, dankjewel. En dank voor de uitnodiging. Dank om hier te zijn. Heel erg leuk om te zien hoe jullie toch eigenlijk door blijven gaan met het gesprek. Ook dan via het organiseren van deze archiefdagen. En dat jullie ook zoveel aandacht besteden ook aan digitaliseren. En inderdaad ook dat volgende week ook, jij spreekt het zoveel mooier uit met je Russische kennis, Yevgeny Morozov hier zal spreken. Ik denk dat onze verhalen wel een beetje op elkaar aansluiten. En dat hoop ik ook. Ik ben inderdaad 10 jaar lid geweest van het Europese parlement. Daarna ben ik 8 jaar uit de actieve politiek geweest. Ik ben toen gaan promoveren en was lid van het College voor de Rechten van de Mens. En daarna weer 4 jaar lid van de Tweede Kamer tot afgelopen maart. En in die 20 jaar heb ik natuurlijk heel veel ontwikkelingen wel gezien op het gebied van digitalisering en privacy. Ik heb flink geworsteld met sommige voorstellen, ook later als woordvoerder justitie en veiligheid. En ik ben ook op sommige punten wat opgeschoven en ik hoop vandaag eigenlijk jullie te motiveren om samen met mij verder te worstelen, omdat ik denk dat de manier is om vooruitgang te boeken samen. Maar mag ik meteen iets vragen van je voorkant van het boek, het plaatje, dat is natuurlijk... De Sisyphus-arbeid? Ja, dat is... Hoe moet ik het interpreteren? Is het... Je kan het natuurlijk... Niet helemaal. Nou, het is, eigenlijk is het sowieso... Dit is een bal van een soort sneeuwbaleffect van de steeds grotere hoeveelheid data die over ons vergaard wordt. Yeah. En dat is een sneeuwbal die ook een beetje alsof hij inderdaad van de helling naar beneden gaat en ons dreigt te verpletteren. Maar we gaan hem nu terugduwen. En de bedoeling is dat wij daar enige tegenmacht tegen gaan bieden. Dat is precies. Dat is het. Heel goed. Ik zei net van, ik ben op sommige punten ook wat opgeschoven in die, als je het vergelijkt met de 20 jaar geleden. En laat ik een van de punten noemen. En daarin bewijst een goede archivering zichzelf, want ik kon opzoeken hoe ik in 2001 als Europarlementariër een heel groot voorstander was van de wetgeving over spam. En tot die tijd was dat nog niet gereguleerd. En tijdens het debat, toen ook in het Europees Parlement, zei ik... spam vervuilt in toenemende mate iedere postbus op het internet. Voornemens tot zelfregulering van de branche hebben tot niets geleid. Vooraf toestemming, de opt-in methode, is dan ook een beste. Dus vooraf toestemming, ik vond het precies wat we nodig hebben. He, dat je dan echt zelf kon kiezen of je wel of geen reclame wilde hebben... en of je bereid was om je gegevens af te staan. Maar goed, u kent het resultaat. Het eindeloze drukken op de knop akkoord voor de websites die u bezoekt. Ik zeg mea culpa. In alle eerlijkheid hadden we dit niet voorzien. Er is een Nederlandse kunstenares, Julia Jansen, die heeft in een heel beeldend project laten zien waar we zijn beland. Met een muisklik, waarmee zij ooit akkoord ging, omdat zij naar de website van de Daily Mail wilde.
Toen gaf ze dus met een muisklik akkoord aan, wat later bleek, 835 bedrijven om haar gegevens te gebruiken. En waaronder haar locaties en alle websites die ze bezoekt. En zij heeft de pagina's helemaal daarna uitgeprint van alle voorwaarden. En die zijn gebundeld in een boek wat uiteindelijk dikker is dan het boek van Sinterklaas. En ze vraagt dan verschillende mensen steeds om iets voor te lezen over, ja, van die gebruiksvoorwaarden waarmee je dus zomaar akkoord bent gegaan. En dan zie je hoe absurd het is, hoe het vereiste van toestemming tot eigenlijk een soort fictieve toestemming is verworden. Misschien nog een ander beeld. Ik zie verschillende mensen in beeld. Ik weet niet of zij ook een bijenkorf-app hebben. Maar er is in een heel mooi een boek van, dat is van twee onderzoeksjournalisten, dat heet Je hebt wel wat te verbergen, is beschreven waar je allemaal mee akkoord gaat als je met zo'n bijenkorf-app, als je daarop klikt. Dan ga je niet alleen akkoord om je klantgegevens of om inzage te vergeven in je eigen adres en al zulke soort zaken, of je wifi om te weten dus wat je locatiegegevens zijn, maar zelfs in je agenda. En ook geef je toestemming dat al jouw contacten dus ook een mail mogen worden verstuurd. Nou, dat is echt zo vergaand, dat kan je niet van tevoren bedenken. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is met al onze, met de wetgeving die met alle goede voornemens is gemaakt. We hebben een beetje de inventiviteit van het groot kapitaal, denk ik, onderschat. En we hebben ook onderschat hoe groot de technologische ontwikkelingen zijn. En hoe die dingen mogelijk hebben gemaakt die wij gewoon niet hadden voorzien. Dat is denk ik de reden waarom we ook met heel veel zaken zo worstelen. Waarom al die gegevens verzameld worden. Is dat het verzamelen, het transporteren en het opslaan van data is ontzettend veel goedkoper geworden. En de rekenkracht van computers is met onvoorstelbare sprongen toegenomen. En het gevolg is dat alles in data vervat wordt. Welke boodschappen we doen, waar we lopen, waar we rijden, wat we lezen. Wie we bellen, ons energieverbruik, onze gezondheidsgegevens, schoolresultaten en werkprestaties. Alles wordt in data vervat. En het is mogelijk om steeds meer van die gegevens met elkaar te combineren en daar ook statistische conclusies uit te trekken. Dus om hele gedetailleerde profielen van ons allemaal te maken. En we worden ook steeds vaker dan langs een statistische meetlat gelegd en in groepen ingedeeld. En die nieuwe mogelijkheden die bieden heel veel kansen, maar die veranderen ook de verhoudingen. En sommigen spreken daarom over een vierde industriële revolutie. Omdat natuurlijk ook eerder bij de eerste industriële revolutie de verhoudingen danig op de kop werden gezet. We zien nu onder andere grote veranderingen, een grote concentratie van macht bij grote techbedrijven. En we zien ook dat terwijl de handel en wandel van burgers eigenlijk steeds transparanter worden, de besluitvorming van de overheid, die mede gebaseerd is op algoritmische uitkomsten, juist steeds ondoorzichtiger wordt. En ik verwacht dat Morozov volgende keer zich waarschijnlijk zal concentreren op de macht van de grote techbedrijven. Dus ik wilde eigenlijk voorstellen dat ik vandaag hier vooral iets zeg over de overheid, het handelen van de overheid en de gevolgen voor onze privacy. Ja. Is dat een goed plan? Goed plan. Dat is een goed plan. Nog even tussendoor, jongens. Jullie kunnen straks allemaal vragen stellen. En na afloop van het verhaal van Katelijne kunnen we die vragen dan gaan beantwoorden door Katelijne. Ja, en als er iets, verhaal, ja, en als er iets heel erg dringends onduidelijk is, dan kan dat natuurlijk wel. Gooi het in de chat en dan kunnen we dat zien. Ja? Ja. Laat ik eerst zeggen dat ik heb wel heel veel zorgen over privacy, maar dat ik wil graag dat dat niet verward wordt met antimodernisme. Want ik ben er werkelijk van overtuigd dat de enorme zegeningen, die digitalisering ons brengt. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik ben vorig jaar ernstig ziek geweest. En ik was toen afhankelijk ook van allerlei bestralingen. En als je dan ziet hoe knap de medische stand is, dat ze heel precies weten waar ze stralen moeten richten en daarmee andere organen eigenlijk kunnen sparen, dat is werkelijk een zegen en dat komt door digitalisering. Veel meer zegeningen. Kijk ook naar sociale media. Ja, ik heb artikelen geschreven om ook waarin ik zei dat juist ook sociale media borden vol vrouwenhaat staan en dat juist ook vrouwelijke politici en columnisten daar erg voor hun kiezen krijgen. Maar sociale media bieden ook heel veel kansen, ook aan vrouwen. Denk aan de MeToo-beweging.
Denk ook aan de opkomst van vrouwen als Alexandra Ocasio-Cortez in de Verenigde Staten. En denk ook aan mensenrechtenactivisten, hè, van Iran tot Mexico, die allemaal juist via die sociale media echt met elkaar in contact kunnen zijn. Ook voor vergroening biedt digitalisering enorme kansen. Ja, aan de ene kant slurpen al die apparaten natuurlijk enorm veel energie en gebruiken ze veel schaarse metalen. Maar het wordt ook mogelijk om veel preciezer te zijn over waar energie verbruikt kan worden en waar bespaard kan worden. En bijvoorbeeld ook om te zorgen dat pesticiden, ja, dat je niet een heel gebied onder hoeft te sproeien met vergif, maar dat je daar ook veel preciezer in kan zijn. Dus ik wil niet meegaan in het frame dat bijvoorbeeld tech-directeur Matt Britton heel graag verspreidt. Hij zegt dat het opkomen voor waarden als privacy, dat dat een neiging is om het verleden te beschermen tegen de toekomst. Ja, dat is een idee wat hem heel lekker uitkomt, maar het is gewoon niet waar. Het opkomen voor privacy is een manier om te zorgen dat wij samen de toekomst vormgeven in gelijkwaardigheid en in vrijheid. Ik wil achtereenvolgens iets zeggen over waarom het zo moeilijk is om de dataverzameldrift ook van de overheid te beteugelen en daarna over waarom het toch echt heel belangrijk is. Een van de zaken waar ik als woordvoerder van justitie en veiligheid tegenaan liep, is dat veranderingen met hele kleine stapjes gaan. En dat het steeds zo logisch is om het volgende stapje te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar de camera's boven de snelweg. Die zijn opgehangen om te registreren wie te hard rijdt en om die chauffeurs ook te kunnen beboeten. Maar toen die camera's er eenmaal waren, toen werd het ook heel aantrekkelijk om ze ook in te zetten voor een ander doel, voor het opsporen van gestolen auto's. En inmiddels worden zonder wettelijke basis overigens ook foto's genomen van de gezichten van de bestuurders en de bijrijders. Hè, zo'n 350.000 foto's per dag. En het OM maakt daar graag gebruik van voor opsporingsdoeleinden. Er was een woordvoerder van het OM die zei, en ik citeer, ja, camera's zijn de afgelopen jaren gewoon veel beter geworden. Die ontwikkelen zich als een gek. En dan zijn er die beelden en dan is er de neiging die te gebruiken, ja, die is dan groter. Ja, zo gaat dat. Maar ja, wanneer gaat dat te ver? Het zijn dus allemaal voorbeelden van function creep. Je had het net over de Raad van State geeft natuurlijk advies aan de regering, maar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook. En die heeft echt een heel mooi boekje gemaakt. Dat heet Big Data in een vrije en veilige samenleving. Kan ik jullie allemaal aanraden. En daarin laat ze zien hoe overheden zwichten voor de verleiding om informatie steeds ook voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor het is verzameld. En dat is allemaal uit goede bedoelingen, want daaraan hoeft echt niemand te twijfelen. Maar wat zegt de WRR? Die zegt, ja, function creep gaat in de regel in kleine incrementele stapjes. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het ene en het andere systeem. Er komt toegang voor een nieuwe organisatie tot deze data, enzovoort. En voor elk van deze stapjes is op dat specifieke moment een rechtvaardiging te geven. Effectievere, betere dienstverlening, veiliger. Maar het cumulatieve resultaat is vaak veel groter dan de som der delen. En bovendien is het eindresultaat iets waar nooit een serieus politiek debat over is gevoerd. Nou, dat heb ik eerlijk gezegd in de afgelopen jaren ook gemerkt in de Tweede Kamer. Daar heeft het bijvoorbeeld aan een debat ontbroken over Siri. Siri, het systeem risico-indicatie, dat is inmiddels door de rechter verboden. Maar in de Tweede Kamer is het destijds als een hamerstuk behandeld. Het is niet besproken. En Siri die maakte het mogelijk dat allerlei gegevens werden gekoppeld om fraude sneller op te sporen. En volgens de Raad van State, ik was er toen nog niet bij, zeiden ze, ja, er was nauwelijks een persoonsgegevens te bedenken dat niet voor verwerking in aanmerking kwam. Maar er kwam gewoon geen discussie over de grenzeloosheid van het wetsvoorstel. Of over het feit dat mensen op grond van statistiek het stempel potentieel fraudeur krijgen opgelegd. Het leek allemaal ontzettend praktisch en heel erg logisch, want wie wil niet maximaal fraude maximaal bestrijden? Ja, en de gevolgen, ja, de ondoorzichtigheid van de besluitvorming of de mogelijke gevolgen voor sociale ongelijkheid. Het is gewoon allemaal niet besproken. Kleine stapjes. Maar goed, ook met kleine stapjes kan je natuurlijk uiteindelijk een verkeerde kant oplopen. En we weten allemaal dat wat technisch mogelijk is, niet altijd ook wenselijk is. Maar
toch durven we vaak niet een grens te trekken. En dat wordt in de hand gewerkt door verschillende dingen. Waaronder dat we er eigenlijk diep van overtuigd zijn dat digitale oplossingen eigenlijk altijd de beste oplossingen zijn. En omdat we bang zijn om niet alles te doen wat nodig is voor een veilige samenleving. En laat ik met dat laatste beginnen. We leven in een vrij angstige samenleving. En volgens de Duitse sociologe Ulrich Beck hebben mensen steeds meer moeite om goed om te gaan met risico's en tegenslag. En breed heerst het beeld dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geluk en hun succes. Succes is een keuze. Maar daarmee ook voor hun ongeluk en hun falen. Er zijn minder zekerheden en we worden dagelijks geconfronteerd met ellende en wereldwijde dystopieën. Het maakt mensen bang en op zoek naar zekerheden. En van overheden wordt ook steeds meer verwacht. Niet alleen een reactief, maar ook een proactief en een preventief optreden. Dat is een keiharde aanpak van fraudeurs. En problemen moeten niet alleen worden beheerst en opgelost, maar bij voorkeur worden voorkomen. Geen chaos, maar orde en veiligheid. Een beetje een prettige, rimpelloze samenleving. En in die zoektocht, Morozov zegt het ook, hebben slimme oplossingen al snel een streepje voor. Want we hebben gewoon heel veel vertrouwen in techniek. Een overdreven vertrouwen zelfs. En digitale oplossingen die zouden eigenlijk per definitie uiteindelijk effectiever en efficiënter zijn. En vanuit die overtuiging zijn in de afgelopen jaren steeds meer gemeenten overgegaan op het gebruik van voorspellende algoritmes. Dat wil ik eventjes eruit lichten. Bij voorspellende algoritmes worden eigenlijk een veelheid aan gegevens gecombineerd om profielen te kunnen maken van wat nou de typische fraudeur is of het typische slachtoffer. En vervolgens worden grote groepen mensen langs deze meetlat gelegd. En dat leidt dan tot een ranking op basis van een oplopende risicoscore. En dat dient dan weer als input, zodat je wat nader kan onderzoeken wat er aan de hand is. En overheden hopen zo sneller en beter een beeld te krijgen van bijvoorbeeld wie slachtoffer dreigt te worden van huiselijk geweld. Wie mogelijk denkt aan zelfmoord. Wie mogelijk fraudeert of andere vormen van criminaliteit begaat. En ze hopen zo hun beperkte financiële middelen effectiever in te zetten. En profilering werkt soms, eigenlijk vestigt soms heel terecht de aandacht op mensen die voorheen buiten beeld bleven. Dus het kan wel degelijk van waarde zijn. Maar meestal zijn de verwachtingen heel veel groter dan de opbrengst. Zaanstad bijvoorbeeld, die lukte het uiteindelijk niet om met behulp van big data huiselijk geweld echt beter te voorspellen of te verklaren. En volgens onderzoek is het ook nog maar de vraag of predictive policing nou echt beter is dan nou mensenwerk, dan bijvoorbeeld te gaan investeren in meer wijkagenten. Maar wat opvallend is dat bij tegenvallende resultaten zelden de stekker uit een project wordt getrokken. Het leidt zelfs vaak niet eens tot bijstelling van verwachting, maar meestal is het aanleiding om vooral meer gegevens te gaan verzamelen. Om het algoritme te voeden met alleen maar meer data, omdat we er dan toch van overtuigd zijn dat uiteindelijk zo'n algoritme ons meer inzichten zal verschaffen dan mensen. En natuurlijk, soms is dat ook zo. En een beetje trial and error, dat hoort er ook bij. En sommige ontwikkelingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Maar het is wel van belang om echt veel kritischer te zijn dan we in het verleden zijn geweest over wat kan en wat niet kan. En ook om te voorkomen dat het vertrouwen in mensen en in hun professionaliteit uiteindelijk wordt aangetast. Want dat is wel de andere kant van de medaille die we zien. Het beoordelingsvermogen van die wijkagenten, van maatschappelijk werkers en van docenten wordt steeds minder gewaardeerd, ook door hunzelf. Want dat is nog wel een voorbeeld in mijn boek, ik weet niet of je het gelezen hebt, ook over de gemeente Dordrecht. Die laat zien, die hebben een systeem om in te schatten wie in de toekomst een grotere kans heeft om schoolverlater te worden. En ze hebben dan een systeem waarin 13 variabelen worden gewogen, waaronder postcode van de school. En bij jongeren waarvan de seinen in het systeem op rood staan, dan komt de leerplichtambtenaar aan de deur, zelfs al heeft zo'n leerling maar één keertje gespijbeld. En bij anderen, die misschien veel vaker verstek hebben laten gaan, die komen er vanaf met een brief.
En bij een vraag naar de keuzes en naar de rechtvaardigheid hiervan, zei de leerplichtambtenaar: ja, dit systeem zit vernuftig in elkaar. Het houdt met meer factoren rekening dan een mens zou kunnen. Er komen soms namen van leerlingen uit die nog nooit een dag school hebben gemist. Ja, dan gaan we daar toch maar langs. Ook al weten we niet goed waarom. Nou, officieel, via de algemene wet, de algemene verordening gegevensverwerking, mag dat niet. Hè? Dat is allemaal, dat regelt heel netjes het recht op een menselijke blik. Dus de computer says no, ja. Dat is een antwoord wat niet gegeven mag worden. Maar toch zie je in zo'n voorbeeld dat dat in de praktijk wel gebeurt. Het oordeel van professionals wordt dan ondergeschikt gemaakt aan de uitkomst van een algoritme, soms ook door die professionals zelf. Ja, denk ik dan dat mensen beter zijn dan computers? Nee, dat denk ik helemaal niet. Mensen hebben absoluut hun beperkingen. Zij kunnen veel minder gegevens combineren dan computers. En elk mens zit bordevol vooroordelen. Maar het is wel belangrijk om te erkennen dat computers ook die beperkingen hebben. En waar het dus op aankomt, is het stimuleren van een optimale samenwerking tussen mens en machine. Die kleine stapjes, het te grote vertrouwen in techniek, de onderwaardering van menskracht, dat zijn allemaal factoren waardoor dus al heel snel voor een algoritmische oplossing wordt gekozen. Nou, wat is nu belangrijk om te zorgen dat mensenrechten, zoals het recht op gelijke behandeling, niet worden geschonden? Allereerst, meest logisch, is dat het algoritme goed in elkaar zit. Hè? De formule moet kloppen. Maar het is ook van belang dat het algoritme gevoed wordt met de juiste data. Dus echt met de data die je nodig hebt om een antwoord te geven op de vraag. En dat lijkt heel logisch, maar dat gebeurt vaak niet. Want vaak wordt toch de data gekozen die nu eenmaal voorhanden is. Ja, of nou ja, je hebt op een gegeven moment een bepaalde data en dan denk je, oh, dat is handig, die gebruiken we. Of ook soms iets wat gewoon het makkelijkste meetbaar is, hè, bij werkgevers. Als je iemands prestatie wil kunnen controleren, het aantal tikaanslagen per minuut is makkelijker te meten dan collegialiteit of andere zulke belangrijke waarden. Nou, er is onderzoek van Virginia Eubanks, Amerikaanse politicologe, en die laat zien dat als je niet de juiste data pakt, dat het heel vaak ongelijk uitpakt. En ze had een voorbeeld van een organisatie, een overheidsinstelling, dat een algoritme ontwikkelde om te kunnen voorspellen in welk gezin nou mogelijk sprake is van kindermisbruik of van verwaarlozing. En daarvoor maakte de instelling gebruik van dat wat nu eenmaal voorhanden was. En dat waren gegevens van gezinnen die in het verleden daar ook financiële steun hadden gevraagd. Okay, Maar ja, dat waren dus wel armere gezinnen. En het algoritme concludeerde dan ook al heel snel dat een laag inkomen blijkbaar een indicator was van kinderverwaarlozing en misbruik. Ja. Dus het is belangrijk dat datasets, ja, dat is niet alleen in dit geval, het is per definitie bevat het keuzes. Namelijk sommige dingen meet je wel en andere niet. En het gevolg kan zijn dat je, zeker als je natuurlijk op historische data iets baseert, dat je ook historische ongelijkheden versterkt. Ik weet niet, er is een heel bekend voorbeeld van Amazon. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar in 2014 zette Amazon een zelflerend algoritme in voor de werving van nieuw personeel. En het systeem dat werd gevoed met cv's van mensen die sinds 2004 hadden gesolliciteerd en ook met de informatie of ze al dan niet waren aangenomen. En een jaar later bleek het systeem echt feilloos vrouwen uit te sluiten. En dat was omdat in het verleden vrouwen weinig kans hadden gehad op een baan bij Amazon. Ja, en dat algoritme borduurde daarop voort. En uiteindelijk bestendigde het niet alleen de sociale ongelijkheid, of de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar vergrootte die het zelfs. Ja, en de personeelsmedewerkers die dachten dat zij juist een enorme betrouwbare meter hadden gevonden. Ik zal het kort houden, niet over ook nog de transparantie die natuurlijk ook nodig is, zodat allemaal mensen kritisch mee gaan kijken. Laat ik zeggen dat naast kritische bouwers en kritische controleurs er ook kritische toepassers nodig zijn. Dus dat zijn de professionals
die ook met die geautomatiseerde uitkomsten werken. En die dus moeten durven en kunnen afwijken van zo'n resultaat, van zo'n uitkomst. En dat lijkt simpel, maar dat is in de praktijk toch heel lastig. En wat stel je jezelf eens voor in de schoenen van zo'n ambtenaar? Ja, waarschijnlijk denk je zelf ook dat je ernaast kan zitten, want jij hebt zelf ook zo'n vertrouwen in een algoritme. Het systeem, ja. En je baas heeft dat ook. En stel je eens voor wat het gevolg is, bijvoorbeeld bij zo'n situatie als dat je op zoek gaat naar potentiële slachtoffers van zelfmoord. Ja. En als jij ernaast zat, dan krijg jij het op je brood. Terwijl het volgen van een computeruitslag, ja, dat geeft rugdekking. In het verleden hebben we heel vaak gezien dat gemeenten die algoritmes en voorspellende algoritmes gebruikt als onderdeel van een bezuinigingsronde. En dat leidt dan al snel tot verschraling. Als je het goed wil doen, dan komt het dus aan op het organiseren van een maximaal samenspel tussen mens en machine. En daarvoor zijn juist investeringen in technologie nodig, broodnodig. Maar net zozeer dus investeren in de professionaliteit van mensen. En in zorgen voor een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat maakt de besluitvorming op de korte termijn dan niet goedkoper, maar wel beter en rechtvaardiger. En op de lange termijn misschien ook goedkoper. We moeten de beperkingen van technologie dus realistisch onder ogen zien, maar dat is eigenlijk het makkelijkste deel van het verhaal. Het ingewikkelder is om te bedenken waar nou de grens ligt en welk stapje te ver gaat, wanneer bepaalde technologie wel degelijk heel effectief is. Bijvoorbeeld bij het opsporen van, althans zo goed mogelijk in kaart brengen, wie de grootste kans heeft om slachtoffer of dader van iets te zijn. En dat brengt me bij het belang van privacy. Het recht op privacy is niet absoluut. Hè? Dat is anders dan natuurlijk bijvoorbeeld het verbod op martelen. Het is mogelijk om inbreuken te maken op privacy. Ja. Die moeten in de wet zijn vastgelegd en ze moeten noodzakelijk effectief en proportioneel zijn. En daaruit vloeien eigenlijk twee belangrijke principes, die van doelbinding en dataminimalisatie. Dus er mag niet meer informatie worden vergaard over mensen dan nodig is voor een bepaald doel. En data mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn. Maar het lastige van deze twee principes, die dus decennia meegaan, is dat de grootste beloftes van big data daarmee juist op gespannen voet staan. Ja, want juist als algoritmes gevoed worden met heel veel verschillende gegevens, allerlei verschillende, die voor allerlei verschillende doelen verzameld waren, ja, dan kunnen ze tot onverwachte inzichten komen, zoals bijvoorbeeld die 13 variabelen waarmee Dordrecht probeerde te werken. En wat je dan ziet nu ontstaan, dat heb ik ook de afgelopen jaren gezien toen ik in de Tweede Kamer zat, is dat er een neiging is om doelbinding een nieuwe interpretatie te geven. Minister Grapperhaus zegt nu, want er komt nu een nieuwe, laat ik het zo zeggen, het kwam heel goed naar voren, die nieuwe draai die de minister eraan wil geven, in een debat afgelopen december over de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. En dat is een wet die in de volksmond ook wel Super Siri wordt genoemd. Dus de opvolger van de wet die verboden is. De wet maakt het mogelijk dat allerlei organisaties, gemeentes, energiebedrijven, maar ook private partijen, al hun gegevens in dat samenwerkingsverband samenbrengen en verwerken. En onder andere Kees Verhoeven van D66, die zei, ja, dat kan toch niet, want dat is niet in lijn met doelbinding, want die gegevens waren voor hele andere doelen gebruikt dan waarvoor ze nu worden gebruikt. Maar minister Grapperhaus zei, ja, maar als ik nu in een nieuwe wet een doel maak voor dit samenwerkingsverband, dan is het alsnog voldoet het aan het doel. Aan de doelbinding, ja. Het is heel creatief. Ja. En ongetwijfeld zal deze wet in de komende jaren nog veel besproken worden. En dan zullen we ook steeds meer inzicht krijgen welke profielen over ons verzameld worden, langs welke meetlat we gelegd worden. Maar het is ook een hele potentieel ingrijpende wet. En hij is nog niet door de Eerste Kamer, dus ik denk dat hier nog heel veel discussie over gaat ontstaan. Er moet dus wel discussie komen natuurlijk. Die discussie, ik merkte al dat die is ontstaan, want waar bijvoorbeeld de PvdA aanvankelijk ook in december voor was, is ze nu bijvoorbeeld tegen aan het neigen. Dus je ziet dat er is gewoon steeds meer discussie aan het ontstaan, ook omdat mensen zich steeds meer bewust worden
van de keerzijde. En daar wil ik eigenlijk nu snel in mijn laatste stuk naar overgaan. Want het lijkt dus weer een heel logisch iets, ook weer van al die gegevens die zijn beschikbaar. Ja, dan is het handig om dat te verbinden en te kijken, juist ook bijvoorbeeld in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, of ja, wat je daarmee op basis van die geaccumuleerde gegevens kan doen. Maar wat is nu het probleem van de ontwikkeling waarbij dus steeds meer informatie over ons wordt verzameld? En dat is natuurlijk helemaal niet alleen door de overheid, maar zeker ook door het bedrijfsleven. Hè? Eric Smith, de voormalige topman van Google, die zei ooit, ja, als je iets doet waarvan je niet wil dat anderen het weten, dan kun je het misschien maar beter helemaal niet doen. Maar is dat nou eigenlijk zo? Hebben inderdaad mensen met goede bedoelingen maar weinig privacy nodig? En het antwoord is nee. Privacy is werkelijk belangrijk om ons eigen leven vorm te geven, maar ook voor de samenleving als geheel. Ik zal er kort proberen doorheen te gaan. Kijk, privacy is sowieso belangrijk om zelf te kunnen bepalen wie je wil zijn. En dit maakt het mogelijk om je op een andere manier te presenteren bij je vrienden dan bijvoorbeeld op je werk. Of om je te ontwikkelen en van fouten te leren. Je ziet hoe moeilijk het is voor mensen waarvan hun naaktfoto's op internet staan, om op een gegeven moment te zeggen, oké, jongens, ik heb nu echt andere keuzes gemaakt. Privacy is ook heel belangrijk voor veiligheid. En juist in deze tijd waarin cybercriminaliteit eigenlijk de snelst groeiende vorm van criminaliteit is. Maar, en dat is eigenlijk het belangrijkste, wat ik wil zeggen is dat privacy is niet alleen een individueel recht. Zo wordt het ten onrechte wel meestal bekeken. Maar privacy is ook een publiek goed. Het is nodig om onze vrije samenleving overeind te houden. Denk bijvoorbeeld aan de democratie. Hè, hoe meer informatie over ons bekend is, hoe preciezer politieke partijen hun boodschap ook op ons kunnen toesnijden. Via microtargeting. Het opent de weg niet simpelweg naar verleiding, maar ook echt naar regelrechte manipulatie. Mijn stem begint te... Ik ben gisteren, jongens, ik ben naar Hans Klok geweest. Oh, hij is weggezogen. Super, nou ten eerste heel veel geklapt, maar ook er was een optreden met allemaal motoren. Het was echt fantastisch, maar echt de dampen die vrij kwamen, dat kan niet goed voor je zijn geweest, maar het was absoluut de moeite waard. Allemaal naar Hans Klok. Allemaal naar Hans Klok, het is echt leuk. Was ook een hele leuke zomergast. Ja, was ook heel leuk. Ja. Maar goed, door die micro-targeten, die dus heel erg toeneemt, ontstaat ook dat wat jij misschien te zien krijgt in tijden van verkiezingen anders is dan andere mensen te zien krijgen over die politieke partijen en wat ze jou aanbieden. En ja, daarmee doet dat ook afbreuk aan de keuzevrijheid. Maar dataverzameldrift, we hebben nu ook al gezien in Amerika dat leidt ook tot aantasting van de journalistieke vrijheid. Daar zie je dat sinds de onthullingen van Snowden heel veel bronnen zijn opgedroogd. Omdat mensen zich niet zo vrij meer voelen om journalisten te tippen. Ze zijn gewoon bang dat informatie tot hun herleidbaar is. Dat kunnen we gewoon al zien. En die angst, of in sommige gevallen ook de wetenschap, dat de overheid of anderen meelezen, dat leidt ook wel tot zelfcensuur. Nou ja, in de komende jaren zal de aanwezigheid van camera's alleen maar toenemen. Beveiligingscamera's, dashboardcamera's, scancamera's, het gaat maar door. En in combinatie met gezichtsherkenningssoftware worden wij dus steeds doorzichtiger. En dat kan ook de vitaliteit van onze samenleving aantasten. Want juist een zichzelf versterkende of vernieuwende cultuur, die heeft het nodig dat je onverwachte ontmoetingen hebt. Dus niet alleen maar met die mensen in contact bent die hetzelfde zijn denken als jij. Dat je botsende denkbeelden hebt, dat je dwarsdenkers hebt. En Miriam Rasch, dat is een filosoof, die heeft het echt heel mooi verwoord in haar boek Ethiek in tijden van dataïsme. Als alles is gedataficeerd, alle frictie is uitgebannen en elke beweging langs bekende patronen verloopt, dan komt de wereld tot staan. Een totaal voorspelbare toekomst is geen toekomst, maar een voortdurend heden. En dan heb ik het nog niet eens gehad natuurlijk bij al die profielen over het gevaar van institutioneel discriminatie. Dat mensen... (tie)
op basis van kenmerken en het feit dat zij tot een bepaalde groep behoren, vaker op het netvlies van de overheid komen. En dat zij zich daarmee ook vaker onvrij voelen. Er is bijvoorbeeld er is een rechtszaak geweest door de Amerikaanse Ibrahim. Zij bleek samen met 875.000 mensen op een Amerikaanse zwarte lijst te staan van vliegtuigpassagiers. En in een rechtszaak gaven de Amerikaanse autoriteiten toe dat personen op no-fly-lists worden geplaatst op basis van aannames en profielen, gestoeld op voorspellingen van wat zij in de toekomst wellicht gaan doen en niet op basis van wat ze in het verleden hebben gedaan. Okay. Nou, zie je daar maar eens tegen te verweren. Nee. Ik zal afronden met mijn stem. Door te zeggen, ja, dat privacy is dus een waarde op zichzelf voor je als individu, maar het is dus ook een voorwaarde voor andere rechten, van het kiesrecht tot het recht op gelijke behandeling. Maar het lastige, en dat is waar ik mee worstel, is dat het belang van privacy zo abstract is. Dat hebben jullie denk ik net wel gehoord in de laatste 10 minuten. En dat terwijl de dreigingen van de georganiseerde misdaad tot suïcide onder kinderen juist heel concreet zijn. En dat je dan denkt, daar willen we wat aan doen. Het lastige is ook dat er geen duidelijke grens is. Kleine stapjes kunnen soms wel degelijk aanvaardbaar zijn. Nou ja, en zo is het de makkelijkste weg om het volgende kleine stapje te zetten. En mijn hoop is dat we toch leren wat zand in die geoliede besluitvorming te strooien, door toch steeds na te denken over die kleine stapjes, waarheen leidt die weg uiteindelijk. En ook door sommige zaken, zoals gepersonaliseerde advertenties, gewoon te verbieden. En ook door soms ervoor te kiezen om een stap niet te doen die het leven voor een grote groep wel gemakkelijk van maken. En dat is in lijn met wat Evgeny Morozov ooit zei en wat mij enorm inspireerde. En dat is, soms zullen we meer risico, improvisatie, imperfectie en ondoelmatigheid moeten aanvaarden om de democratische geest levend te houden. En dat is wat ik ons wens. Dat we blijven nadenken en dat we er zo samen voor zorgen dat technologie geen afbreuk doet aan mensenrechten, maar daar juist aan bijdragen. Dankjewel. Dames en heren, dit was het verhaal van Katelijne. Ik moet even kijken, als jullie vragen of opmerkingen hebben, gooi die nu in de chat. Dan kunnen we even met Katelijne in gesprek. Ik ga even kijken naar de chat. Of die daar binnen... Robin, waar zie je de chat hier? Ik zie het. Nou, om te beginnen, als jullie gaan nadenken over vragen, dan vraag ik al even aan Katelijne het verhaal van, enerzijds zeg jij van, het is heel handig om die digitalisering, die data te gebruiken, ook vanuit de overheid. Anderzijds moeten we misschien veel meer investeren in de medewerkers, van overheid tot mensen die bij instellingen werken, om te gaan met al die datasets. Ze moeten eigenlijk kennis hebben van wat minimum en maximum grenzen zijn binnen die databewerking. Ja. Ik denk dat je sowieso met die voorspellende algoritmes heel erg voorzichtig moet zijn, omdat ik denk, je gaat toch mensen beoordelen op basis van groepskenmerken. En je zal dus heel voorzichtig moeten zijn met hoe je dat vormgeeft. Omdat ik me ook kan voorstellen, ik weet niet hoe jij het zou vinden, maar als iemand jou gaat benaderen omdat je potentieel een dader of een slachtoffer bent van huiselijk geweld, dat zou ik dan toch ingewikkeld vinden van de overheid. En ook omdat je niet helemaal weet, hoe komt u daarbij? Ja, precies, ja. Dus dat, je moet denk ik met die voorspellende algoritmes wel heel voorzichtig zijn. Maar goed, ik kan me voorstellen, zoals ook bij predictive policing, of ook bij dat voorbeeld wat ik gaf van Dordrecht, dat het best ook een meerwaarde kan hebben. Maar dan zit het er wel in dat je dus zelf moet kunnen blijven nadenken als ambtenaar. En als jij denkt, ik denk echt dat daar niks aan de hand is, dan is dat leidend. Ja, dan is dat leidend. Dan is de persoon, het vertrouwen in de persoon, de professional, moet dan zo groot zijn dat hij het ook kan doen. Ja, ik denk dat de professional die kan ook profijt hebben van misschien inzichten die eerder en niet gezien waren, maar die moet wel daarbij zijn eigen afweging maken. En dat moet ook wel een werkelijke afweging zijn. Ja. Dus niet alleen maar een soort papieren stempel. Nou is meteen, voor ik even bij Marianne Loef kom en anderen. Je hebt natuurlijk nu steeds meer, ook met het verhaal van corona, je ziet ook natuurlijk een toenemend wantrouwen tegenover
professionals, tegenover wetenschappers. Ik bedoel, het wordt ook vaak gewoon door een bepaalde groep naast zich neergelegd, wat wetenschappers professionals zeggen. En bepalen vanzelf, dat is niet waar, het zit anders. Dat maakt de discussie ook, bedoel, je mag anders denken, maar het maakt de discussie ook heel lastig. Ja, ik denk op zich dat kritisch burgerschap is heel gezond. Maar inderdaad, hier is natuurlijk speelt meer ook vaak populisme een rol. Maar ik denk dat het verstandiger is dat mensen hun kritiek dan uiten ten aanzien van professionals, dan dat het antwoord van de professionals is, ja, ik heb het nu helemaal, de computer zegt dat. Ja, dus dat geeft ook geen vertrouwen. Ja. En het voorbeeld wat ik gaf van die mevrouw, die dan op basis van een profiel, en niet op basis van haar eigen gedrag, maar op basis wat is geconstateerd, dat zij een mogelijk verhoogde kans heeft om een terrorist te zijn. Ja. En als je dan op basis daarvan zeg maar bejegend wordt, dat wekt echt diep wantrouwen op de lange termijn verder nog in de hand. Want je kan aan de ene kant zeggen, heel veel mensen zeggen ook van ja, ik heb eigenlijk niks te verbergen. En wat daaruit blijkt is toch een vertrouwen in de overheid. Ja. Namelijk, ik heb niks te verbergen en ik denk dus dat er niks geks gebeurt. Op het moment dat dat diepe vertrouwen in de overheid aangetast wordt, en dat wordt het voor deze groepen, dan is er iets veel fundamentelers aan de hand. En dat krijgen we niet zomaar terug. Nee, precies. Even kijken. Marianne Loef vraagt, zit er wel voldoende kennis in het parlement voor dit soort onderwerpen? Nee, is het antwoord, Marianne. Nee, dat is in beeld staan. Het antwoord is nee. Sorry, Marianne. Maar goed, dat hadden we vorige keer ook geconstateerd. En ik was een van de mensen. Ik ben zelf ook helemaal niet zo'n expert. Ik ben van de mensenrechten. En het is wel zo dat ik denk, ja, de bits en bytes, dat is uiteindelijk niet. Het gaat niet alleen om techniek. Het gaat erom van wat is de impact van technologie dus op mensenrechten op allerlei terrein. Toen ik dat had geconstateerd, toen ben ik met een aantal collega's wel gaan kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat de kennis in de Tweede Kamer wat verhoogd wordt. Want omdat het onderwerp digitalisering zo verspreid is over allerlei verschillende commissies, er was geen commissie digitale zaken, was het voor elk Kamerlid maar een heel klein onderdeel van zijn of haar portefeuille. En dat leidde er echt toe dat eigenlijk niemand daar gewoon veel expertise op had, behalve misschien Kees Verhoeven een beetje, althans die had het meeste. En toen zijn we op een gegeven moment hebben gezegd van ja, dan moet er een vaste Kamercommissie Digitale Zaken komen. Nou, dat was eigenlijk not dan, want er is geen minister of geen staatssecretaris Digitale Zaken. En in de Kamer zijn altijd al die commissies direct gelinkt aan een minister. Uiteindelijk hebben wij gezegd, hoe dan ook, ik weet niet wat er uit de formatie gaat komen. Wij vinden dat er toch een vaste Kamercommissie moet komen, omdat er een aantal mensen moet zijn die expertise moet gaan opbouwen. Nou, die vaste Kamercommissie is er nu. Die is een beetje met de handen in het haar van waar moeten wij ons nu mee bezig gaan houden. Nou ja, ik wens ze heel veel succes om daar focus in te vinden. Nee. Bijvoorbeeld over zaken als de European Digital Services Act. Of er zijn een aantal zaken waar ze echt zich mee bezig moeten gaan houden. En dan hoop ik dat die expertise verzameld wordt. En ik hoop ook dat mensen zoals jullie, die natuurlijk ook, zullen veel kennis van zaken hebben, dat jullie ook deze mensen benaderen om hun ook op die verantwoordelijkheid aan te spreken. En hun ook te voeden met kennis. En in dat misschien ook op te roepen tot de minister van Digitale Zaken, zoals of ik ook Marianne dan roept. Ja, ik ben daar ook wel voor. Kijk, wat je wel moet vermijden, is dat die minister of die commissie Digitale Zaken, dat de rest dan denkt, dat is degene, dat is gedekt. Ja. Want het is natuurlijk iets wat ons allemaal aangaat. Hè? Onderwijs, met magister, wat gebeurt er met die data? Ja. Maar ook de landbouwcommissie, daar worden ook allerlei data verzameld met die slimme landbouwmachines. Ja. Van wie is dat? Is dat van de Amerikaanse producenten of is dat dan, houden we dat in eigen land? Of in eigen hand? Eigen hand. Ja. Dus er zijn, dat is een taak voor ons allemaal. Maar je moet wel zorgen, en dat is waarom we toch zo'n vaste Kamercommissie hebben besloten, dat er bij een aantal commissie, een aantal parlementariërs, dat zij weten, ja, wij moeten ons er in ieder geval heel erg in gaan verdiepen. Tenminste in een soort uithang wordt het dat betreft. Even dus ook een vraag, iemand over de archief. Wat voor rol kunnen archiefinstellingen spelen in het gebruik van big data door de overheid en ervoor zorgen dat de technologie bijdraagt aan mensenrechten?
Nou, jij zei zelf al in 2001 of zoiets, dat je zelf al vanuit het Europees Parlement op zoek ging in archieven. En dat je ook blijkbaar gevonden hebt wat je zocht. Ja, nou, ik denk in het algemeen dat, dat het belangrijk is dat heel veel data ook open is. Want de persoonsgegevens, dat moet echt, en daar moeten we heel strikt op zijn, veel strikter dan nu, dat moet veel beter beveiligd worden. En daar kunnen allerlei uitvindingen, zoals IRMA, weet ik, er kunnen allemaal een rol spelen dat je niet meer persoonsgegevens hoeft vrij te geven dan nodig. Tegelijkertijd is er ook allerlei data van bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. Dat zijn gegevens waar bijvoorbeeld ja, nu vaak alleen maar een paar grote bedrijven hun hand op hebben weten te leggen. En die hebben dan ook steeds, die houden een voordeel. Ja. Dus je moet de combinatie hebben. Ik geloof dat de hackersconferentie in 1989 in Paradiso dat al had. Namelijk, je moet twee sporen hebben. Je moet een veel striktere bescherming van de persoonsgegevens. En je moet vervolgens ook zorgen voor open data. Zodat er niet alleen maar een paar techbedrijven hun macht steeds meer culmineren. Maar dat het veel vrijer is. En je hebt bijvoorbeeld... bijvoorbeeld dat Airbnb, yeah. Dat heeft nu inmiddels ook een kleine tegenhanger met Fairbnb. Yeah. En dat kan alleen maar lopen als ook ja, die data, weet je, dat het allemaal veel meer ontsloten wordt. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen. Dus misschien kunnen archiefinstellingen ook een belangrijke rol spelen bij het ontsluiten van data. Even kijken, hoe zie je de optimale tegenkracht bij gebeurtenissen die door ketenpartners uitgevoerd moeten worden in de overheidsdienstverlening? Optimale tegenkracht bij gebeurtenissen. Dat wat voor gebeurtenissen? Kan daar nog een antwoord op? Forum, standaardisatie. Even kijken hoor. Ik heb de indruk gekregen, want misschien komt zo meteen dan nog een... voor die gebeurtenissen hoop ik nog even een aanvulling te krijgen. Dan ga ik daar ik antwoord op geven. Ik heb gekregen onder andere door de voorbeeld dat data vooral tegen in verband met het gedrag van onderwassen wordt gebruikt. Klopt dat? Ja. Dat het vooral tegenkracht is, ja. Tegen je gebruik kan worden. Ja. Dat is echt waar. Het is tegen de onderklasse. Dat tegen staat. De onderklasse. En dat is zo. Namelijk het versterkt sociale ongelijkheid. Wordt groter op die manier. Op hoe het nu wordt vormgegeven. Nogmaals, digitalisering is natuurlijk, het zijn middelen. En ik geloof dat dus zowel ook, het kan ook ten goede van de onderklasse worden aangewend. Maar hoe het nu is... zie je dat het eigenlijk historische ongelijkheden versterkt. En dat is waar je heel voorzichtig moet zijn. Ik weet, in Oostenrijk hadden ze ook zo'n voorbeeld. Daar gingen ze kijken van op welke wijze kunnen we nu zorgen dat we wat beter weten wie potentieel de grootste kans heeft om uit te stromen uit een uitkering naar werk. Ja. Dus allemaal op basis van historische data. Ja, dat leidde gelijk tot discriminatie, want een mevrouw met een migratieachtergrond, die kwam überhaupt niet in de ranking. Ja, en als je dan je aandacht baseert op die ranking, dan zijn mensen buiten beeld. En wat je ook ziet, dat is ook wel interessant, bijvoorbeeld met belastingdiensten hadden ook zoiets. Want je kan natuurlijk gaan kijken van wie maakt foutjes. En aan de ene kant hebben juist mensen met veel geld, hebben ook meer om... Die zouden potentieel ook meer foutjes kunnen maken, want die hebben een hoop om over te schrijven. Maar die hebben dan meestal weer belastingconsulenten die ze inhuren. Dus juist de mensen die dat allemaal zelf zitten te buffelen elke keer om dat allemaal in te vullen, die hebben ook de grootste kans om foutjes te maken. En vervolgens ben je dan aangevinkt als de grootste kans om foutjes te maken. En dan zit je, voor je het weet, in een zichzelf versterkend effect. Dan word je nog eens een keer verder bekeken. En bij Siri... Dat is de laatste zak. Daar gingen ze ook om te kijken wie potentieel fraudeur is. Is ook maar ingezet eigenlijk voor in de armste wijken. Ja, en niet zeg maar in Wassenaar. Nee. En als je dan op een gegeven moment daar ontdekt van... Ja, er zitten mensen die fouten maken ook bij de belasting. En soms zullen er foutjes zijn, soms zal het moedwillig zijn. Ja, dan denk je oké, dus in deze wijk zitten er best wel wat mensen die foutjes maken. Ja. Dan ga je daar de volgende keer nog eens een keer op. Dat maar dat hele Wassenaar, dat blijft ondertussen... buiten beschouwing. Ja, en je hebt ook maar beperkte menskracht. Dus als je dat allemaal daarop inzet in een zichzelf versterkend effect. Ja. Even kijken, want de vormstandaardisatie roept nu als bijvoorbeeld samenwerking tussen Belastingdienst, UWV, DUO, gemeentes, gaat een werkzoekende. Sloeg dat op die eerdere vraag van hem of haar? Oh, die
Over hoe die, over die, ja. Ik denk dat het over die datum. Daarna wil ik die actieve openbaarmaking houden. Hoe zie ik die... Nou, kijk, als het bij me gaat om tegenkracht, het blijft erom gaan dat je steeds heel goed moet gaan kijken van welke gegevens zijn nou echt nodig om te verzamelen. Ja. En dat, is, ja, dat heeft dus te maken met data minimalisatie en dan doelbinding. En wat je hebt nu wel heel snel dat als je dan ook met zo'n samenwerking, dat de neiging is om laten we al die gegevens proberen gaan kijken. Maar is dat echt nodig om iemand, een werkzoekende, aan het werk te helpen? Of is er, heb je, kan het ook met minder data en bijvoorbeeld een heel erg goed gesprek? Hm. Ja, dus ik denk dat je... ik vind ik blijf het een lastige vraag vinden, maar ik denk dat je steeds opnieuw moet vragen van is die data, is dat echt nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan? Want er kunnen wel voordelen zijn, maar zijn er ook nadelen bij? Welke groep bevorder je? Wie blijft eigenaar van die data? Nou ja, dat zijn allemaal vragen die je... Want vaak kunnen ze het niet eens van tevoren inschatten wat eventueel de negatieve gevolgen kunnen zijn, blijkbaar ook vanuit de overheid of van de instellingen. Want die denken meer vanuit het voordeel van koppelen van allerlei gegevensstromen. Omdat je dan ook vertrouwen hebt dat, dat dat tot iets leidt. Maar bijvoorbeeld bij, dat was het elektronisch kinddossier. Yeah. Dat was ook dat iedereen dacht, oh, dat is handig, weet je, al die gegevens koppelen. Maar wat er toen op een gegeven moment gebeurde, is dat daardoor kwamen er zoveel kinderen in beeld waar mogelijk iets mee was, dat het niet meer behapbaar werd. En dat eigenlijk de groep kinderen waar iets mee was en die dringend... Dus okay. Er waren ongetwijfeld, zaten daar in die grote groep, die dus ineens ontstond door het koppelen van die data, zaten er vast ook kinderen die normaal buiten beeld waren. Ja. Dus daarvoor was het goed. Maar er waren er ook heel veel kinderen waar helemaal niks mis mee was, maar die wel onderzocht werden. En doordat daar ook zoveel aandacht aan besteed werd, was er uiteindelijk te weinig tijd om aan al die kinderen de aandacht te besteden die voorheen ook de aandacht kreeg. Dus uiteindelijk heeft dat heel negatief uitgepakt. Ja. Met die actieve openbaarmating. Ja, de relatie met actieve openbaring. Ik wil hem even pakken naar de algoritmes. Want daar zie ik dat er een grote discussie is aan het ontstaan van wat nu transparantie betekent. Ik denk dat het echt nodig is. Ik zie dat Amsterdam, die is al bezig met het algoritmeregister ook. En ik vind het heel belangrijk dat er niet alleen maar in staat, oh, we gebruiken dan en dan en daar een algoritme voor. Maar dat ook de codes, de broncodes en ook welke data ingezet is, wordt geopenbaard. Dat is belangrijk, zodat ook andere groepen, mensen van Waag en wat dan ook, onder de motorkap kunnen kijken en echt kunnen kijken. Is het ook oké? Ja. Wat zegt dan bijvoorbeeld minister Dekker? Die zegt, ja, dat wil ik niet, omdat mensen dan gaan gaming the system. Dan gaan ze het misbruiken, ja, gaan ze hacken, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij Siri, hè, om te weten, is iemand een potentieel fraudeur? Daarbij wordt bijvoorbeeld nu gekeken van hoeveel water gebruik je. Dan als je eigenlijk heel weinig water gebruikt, wonen er waarschijnlijk minder mensen dan gezegd. Als er heel veel water gebruikt, wordt er meer dan gezegd. Op die manier wordt gekeken, is er geen sprake van mensen die op een ander adres wonen dan ze zijn ingeschreven. En hij zegt, ja, op het moment dat maakte me hier trouwens enorm zorgen over, want mijn dochter heeft nogal de neiging om heel veel water te gebruiken. Dus dat heb ik al een keer tegen haar gezegd, maar nee. En voor het milieu, maar ook voor... Nee, maar toen zei... Dan denkt dus minister Dekker, die zegt van ja, maar dan gaan ze game in the system. Dan gaan mensen expres bijvoorbeeld de kraan openzetten. Dat ik denk, nou, dat... Misschien is dat zo voor een bepaald aantal mensen. Er zijn altijd mensen, hele gekke mensen, die gekke dingen doen. En die... Maar is dit genoeg rechtvaardiging om andere mensen het recht te ontzeggen om te weten waarom de overheid hun extra controleert? Dus ik denk dat transparantie echt heel erg van belang is en dat dat breed moet worden opgevat. Dus jij bent wel voor zeer actieve openbaarheid? Van de algoritmes en ook van de open data, maar natuurlijk niet van de persoonsgegevens. Nee. Even kijken. Zijn er positieve en nuttige voorbeelden van publiek-private samenwerking tussen overheid en één van de big five, big tech, die echt tot maatschappelijke baat hebben geleid? En wat zijn daar de succescriteria van?
Moet ik heel erg op. Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik weet wel. Ik ben niet tegen bedrijven. Ik ben wel tegen machtsconcentratie. Even denken. Dat is alles in eigen hand houden. Nou, weet je, open is, transparant. Ik ben benieuwd naar. Ik kan het eventjes niet zo goed bedenken met het positieve. Weet je wat ik wel nog zie over het publiek-privaat, wat je vaak ziet, is bijvoorbeeld met dat MaaS, hè, dat Mobility as a Service. Ja. Dat is op zich heel handig. Dan worden er allerlei gegevens over mobiliteit, over hoe laat de bussen gaan en de treinen gaan. En waar je je stepje kan hebben of je fiets. Of, nou, wordt allemaal met elkaar gecombineerd. En dan kan je mensen aanbieden dat je echt heel duidelijk maakt van deur tot deur hoe ze kunnen gaan rijden. Ja. En wat dan de beste manier is, welk transportmiddel. Dat is op zich een interessante manier voor publiek-privaat samenwerken. Maar daarbij moet je wel zorgen dat uiteindelijk de keuze, bijvoorbeeld over of je nou aanbiedt dat mensen eigenlijk dit beter kunnen gaan wandelen, of met het openbaar vervoer, of met wat dan ook, dat in handen blijft van de overheid. Ja. Want anders hebben natuurlijk bepaalde bedrijven zoals Uber, als die ineenmaal dat allemaal gaan aanbieden, en er zijn gemeentes die dat in handen willen geven van Uber, omdat die daarmee zo'n goede propositie maken, dan geef je Uber de macht om te bepalen of aan klanten nu aangeraden wordt of zij eigenlijk dit stukje gaan wandelen, of met het openbaar vervoer, of eigenlijk met een soort private taxi. En dat bepaalt natuurlijk uiteindelijk ook de inrichting en wat de gevolgen zijn voor het openbaar vervoer. Ja. En dat moet je wel in eigen hand houden. Dus het is prima dat er ook gegevens gedeeld kan worden, ook van die private partners. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel zorgen dat de overheid wel kan blijven bepalen wat de impact is op de openbare ruimte. En sterker nog, hoe staat u er tegenover om grote datadiensten als Google Search te nationaliseren? Ik ben er ieder geval. Ik vind dat sowieso Google gewoon die. Het Europees Parlement werkte aan over die gepersonaliseerde advertenties. Om het te verbieden dat clubs zoals ook Google al die gegevens zomaar van jou kunnen afromen. Dat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen gaan aanbieden. Dat ben ik gewoon op tegen. En dat kan ook. Het Europees Parlement zegt dat ook. Dat wil niet zeggen dat je nooit een keer. Wat betekent dat? Dat betekent dat als ik nu ga googlen en dat ik op een jurk zoek, dat ik als ik dan over 2 weken bij de Volkskrant iets aan het opzoeken ben, dat er dan ineens weer allemaal leuke rode jurkjes komen. Nee, dat kan dan niet, want dat is op mijn persoon toegespitst. Maar wat kan wel, is dat ik als ik search op jurk, dat er dan allerlei verschillende jurkjes worden aangeboden. Dat zijn contextgebonden advertenties, dat kan wel. Maar niet op personen. En dus dat is één ding. Dat zal al een deel van het verdienmodel trouwens van Google ondermijnen. Dat lijkt me ook al heel goed. En ik ben er ook voor dat er steeds meer proberen data niet zozeer in nationale als wel Europese handen te hebben. Okay. Zoals de data die in de cloud is. We zijn nu met z'n allen afhankelijk van. Zit er meer kennis en kunde dan in het Europees Parlement om dit soort zaken? Absoluut. Om dan in het nationale parlement te tackelen, organiseren. Ja? Absoluut, daar zijn ze echt. Echt naar richting Europa. Maar dat moet ook met heel veel dingen. Zoals bijvoorbeeld die landsgrenzen. Voor die interne markt en de eisen die je stelt aan data. Kijk, de AVG, dat is natuurlijk een Europese wet. De eisen die je stelt aan de interne markt, dat is natuurlijk ook allemaal Europees. Ja. Maar ook een Europese cloud. Waarom hebben we nog niet een Europese cloud? Ja. Nou, dat moet ook in geïnvesteerd worden. We zullen gewoon veel meer ook als Nederland moeten wennen dat dit dus ook iets is wat Europa doet. Ja. En dat moeten we ook stimuleren. Okay. Dat we ook. Ik vind dus dat ook ten aanzien van China Nederland veel te veel een eigen koers vaak wil varen. Terwijl dit moet je echt in Europa allemaal doen. Ja, dat kan niet Nederland tegen het grootste achterkalven. Nee. Dus wat dat betreft moet Europa sterker zijn en moeten we Europa in dit verhaal echt stimuleren om stappen te nemen. Absoluut. Maar niet meteen Google Search nationaliseren. Dat is dan. Ik heb er nog onvoldoende over nagedacht, maar het is een. Stap te ver op dit moment. Maar weet je wat wel zo is? Het komt voort, en dat snap ik heel goed, uit het gevoel van dat internet ineens geprivat. Ja, het is eigenlijk heel erg in handen van private partijen. En dat is natuurlijk niet waar het vandaan kwam. We hebben eigenlijk met z'n allen, iedereen als belastingbetaler, heeft enorm betaald aan de ontwikkeling van internet, wat
Volgens mij tot ergens begin jaren 90 was het zelfs verboden om advertenties te plaatsen op internet. Het was gewoon verboden. En dat is, het was een plek waar kennis werd uitgewisseld, waar allerlei kennisinstellingen samenwerkten. En daar kwam van alles op een gegeven moment bij, de digitale stad. En pas later kwamen ineens de private partijen erbij. Die hebben het overgenomen, die doen nu alsof zij het een beetje hebben uitgevonden. En dat het daarom ook volstrekt logisch is dat zij alles er vanaf mogen afromen. Maar het is gewoon, het was een publieke kwestie. Nee, maar Rolstof zegt ook inderdaad, wij hebben als overheid te veel die partijen, die techbedrijven, de openheid gegeven. Maar dat moeten we nu weer terug zien te pakken. En dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja. Omdat ze natuurlijk al zo ver zijn en zo groot en zo ver en zoveel financiën ook hebben om het door te ontwikkelen. Ja. Even een vraag, ik weet niet of jij dat weet, maar wat hield het advies van de Raad van State over de ontwerpwet uitwisseling data in? En hoe is de minister met het advies omgegaan? Dat was zeker voor mijn tijd. Siri, daar had ik gezegd, daar was de Raad van State heel kritisch over. Een eerste voorstel van deze wet was de Raad van State ook heel kritisch, want die zei het is allemaal veel te groot, je moet het veel meer opsplitsen in kleinere delen. En daarna weet ik niet wat het advies daarna is geweest. Kijk, wat in standaard wel de lijn is bij de Raad van State, is dat als je inbreuken, en je ziet dat vaak niet gevolgd wordt door de wetgever, inbreuken zijn dus mogelijk, maar die moet je dus wel in wet vervatten. En we zien dat er een neiging is, zoals bijvoorbeeld bij dit wetsvoorstel, om eigenlijk de uitwerking via AMVB's te doen, voor je algemene maatregelen van bestuur. Dus dan zeg je in zijn algemeenheid, gij mag data uitwisselen. En dat welke data, dat regelen we dan in de algemene maatregelen van bestuur. Maar dan wordt het dus steeds ondoorgrondelijker en ondoorzichtiger wat er gebeurt. Dat is precies wat de WRR eerst zei. Van ja, dan ga je allemaal met kleine stapjes ineens een andere kant op. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de Raad van State daar heel kritisch op is geweest. En met het verhaal van Sier, dat was ook natuurlijk een hele grote maxi februari en ook... Ja, zeker. Andere schrijvers die er echt tegenaan hebben. Ik bedoel, dit is ook een soort publiek debat die samen met de politiek wordt gevoerd. Dus dat is ook van belang, de publieke opinie die dan ingezet wordt. Ja, maar het is dus wel de vraag, want nu is er dus wel een... wat ik dus interessant vond, dat de regering wilde... die zei toen tijdens zitting ook van het gerechtshof. Ja, ze wilde niet openbaar maken hoe het algoritme in elkaar zat. Ja. Dus de rechter kon dat niet concluderen. Dus de rechter die kon niet anders dan zeggen... ja, ik kan niet toetsen of dit een hele grote inbreuk is op mensenrechten. Want ik weet het niet, want ik kan het niet zien. Dus daarom is het niet bewezen dat dit een gerechtvaardigde inbreuk is... en moet het eigenlijk van tafel. Maar ik vond het opvallend dat de regering dat niet deed... En het antwoord daarna was we komen met een nieuwe wet. En die ligt dus nu voor. Super. Die is dus in de Tweede Kamer gewoon aanvaard. Bij de discussie daarover, we hadden toen denk ik 15 fracties. We zijn geloof ik nu inmiddels bij 18. Maar er waren er 7 aanwezig, waarvan de 4 goed voorbereid waren. Dat vond ik ook echt wel teleurstellend. Maar goed, ligt het nu bij de Eerste Kamer. En daar merk ik dat het verzet is toegenomen. Okay. En dus ik ben heel benieuwd naar een kritische discussie daar. Okay. Maar het lastige, kijk, ik vind het zelf vaak ook lastig. Want ik snap ook van bijvoorbeeld gemeentes, dat zij wel... er is ook georganiseerde misdaad. Natuurlijk, ja. En je wil ook soms wel dat je denkt, aan de ene kant vraagt iemand een uitkering aan. En ondertussen... heeft hij een leasecontract met een autobedrijf voor auto's van 10.000 euro per maand. Kan dat. Daar is wel iets geks aan de hand. Ja. Dus ik snap dat ook. Natuurlijk. En dat is dus de worsteling van waar leg je nou de grens? Exact, ja. Want je wil ook niet dat overal profielen worden gemaakt van potentiële criminelen. En dat iedereen met een beetje afwijkend gedrag daartegen aangelegd wordt. En de oplossing zal... toch ook deels moeten liggen in veel meer investeren, ook bijvoorbeeld in wijkagenten en recherche. Ook wel soms het delen, maar het is wat meer. Ja, en je kan ook, en natuurlijk ook het delen soms van informatie, maar je zal toch wel moeten proberen dat veel preciezer te targeten en wat minder langs die profielen. Maar het is ongelooflijk lastig en daarom zeg ik ook: het is een worsteling,
waar ik vooral ook wil uiteenzetten van ja, er is eigenlijk best wel een groot probleem als we doen alsof er geen probleem is. Namelijk van, ach, die privacy, hoe belangrijk is dat nou? Omdat ik denk dat dat uiteindelijk heel belangrijk is voor onze vrije samenleving. Maar ik worstel er wel mee, ook zelf, waar je nou die grens mee. Ja, nee, dat is heel begrijpelijk inderdaad. Het is ook een heel moeilijke verhaal om inderdaad de juiste misdadigers op te pakken inderdaad. En ook om soms op een gegeven moment iets niet te doen. Ja. Waarvan je denkt, ja, misschien zou dat wel iets helpen, maar dat je dat toch niet doet, dat is natuurlijk een heel moeilijk besluit. Maar ik zag recent weer allerlei dingen passeren, toch over heel breed over het cameratoezicht. Ja. Ben ik ook niet altijd op tegen, maar overal camera's, met die gezichtsherkenning, ja. Dat wordt best wel heel spannend dan. Ja, ja. Dus ik denk dat vooral die gezichtsherkenningssoftware, dat wordt heel belangrijk van wat je, of je dat wilt toestaan of niet op grote schaal. Daar kan je heel veel dingen uithalen. Ja. Ja. En die techniek schrijft natuurlijk waanzinnig voort. Dus het wordt steeds slimmer en beter, die techniek. En wat ik zelf wel een eye-opener vond, was over dat Chinese sociaal kredietsysteem. Hè? Ja. Dat is duidelijk voor heel veel mensen ook duidelijk een horror van dat sociaal kredietsysteem, waarbij de overheid die geeft ook punten van, op basis van bepaald gedrag. Ja. En nee, zo word je helemaal in de gaten gehouden. Ja. Maar het is niet zo alsof dat helemaal van tevoren is bedacht van één groot surveillance systeem. Ja. Het is ook daar weer het koppelen van systemen, waarvan sommige dingen volstrekt begrijpelijk waren. Want juist door de urbanisatie was er veel minder controle op mensen. Want mensen gingen naar de stad, ze kenden elkaar niet. Ja. Je wilde weten, heeft iemand grote schulden of niet? Al die systemen werden op een gegeven moment verzameld en gekoppeld. En ook daar was het met kleine stapjes. Ja. Is de situatie wel heel anders dat de overheid van China wel een autoritaire overheid is. Maar het is toch wel interessant om te zien dat ook daar zijn het stapjes geweest. En niet... De dag van tevoren van niet van, we gaan. Nee. Dus je wordt er langzaam ingerommeld toch eigenlijk ook als. Maar het is wel natuurlijk, we zitten wel met een andere overheid. Dus dat wil ik zeggen. Nee, maar het gaat er wel om van wanneer is dat op een gegeven moment een stapje te ver. Ja. Ja, toen bij Siri is het teruggeroepen, maar nu moeten we weer een nieuwe verhaal krijgen. Maar wat zijn nu de laatste, ik zie geen nieuwe vragen. Wat zou jij nu de archiefdiensten mee willen geven, de medewerkers waar ze op moeten letten, privé en ook in hun werk? Wat zijn dingen to do of niet te doen? Nou, ik denk wat belangrijk is ten eerste toch gewoon zuinig op je gegevens te zijn. En ik denk wel dat ook zoals met dat I agree, of dat akkoord wat je altijd moet doen. Ik heb heel vaak zelf dat ik dat heel lang heel probeer. Dan ga ik al die cookies uitzetten. Ja. Totdat je dat heel wat na 6 keer terugkrijgt. En dan denk je op een gegeven moment, ik wil nou gewoon. Ja. En weet je wat ik eigenlijk denk? Van dat wordt nu heel vaak gedaan alsof dat ook jouw individuele keuze is. En dan ben je dus ook zelf schuldig. En ik denk dat we daarvan af moeten. Want het is gewoon onredelijk om te vragen want je kan het ook niet overzien. Nee. En bovendien vind ik het van belang om ook te zien van ja, de gevolgen die gaan verder dan voor jou individueel. Die gevolgen zijn voor de samenleving als geheel. Dus dit is ook iets wat gewoon de samenleving moet regelen. Door echt gewoon grenzen te trekken aan wat verzameld mag worden. Wat niet door die grote techbedrijven. Daar gaan jullie ongetwijfeld volgende week over verder gaan. Maar iedereen moet natuurlijk zelf gewoon toch ook zorgvuldig zijn met zijn gegevens. Ook moet proberen dit wat abstracte verhaal over privacy. Over wat ook het belang daarvan is. Voor een vrije samenleving waarin groepen niet tegenover elkaar komen te staan. Waarin historische ongelijkheid juist bestreden wordt in plaats van verstevigd wordt. Juist dat abstracte verhaal dat wat meer ook eigen gemaakt wordt. Omdat dat toch uiteindelijk ook een reden is om van sommige dingen af te zien. Ja. En ik denk dus dat we heel veel moeten genieten van technologische vooruitgang. Maar wel steeds moeten blijven nadenken van is dit echt nodig, al deze gegevensdeling. Investeren in mensen, zoals ik al zei. Absoluut, ja. En vooral ook deze worsteling steeds maar samen moeten gaan doen. Ja, dat is de enige manier om het te doen. En dan ook te zien van vertrouwen. Hebben we nu iets te veel vertrouwen in techniek? Of is dit echt nodig en ook inderdaad een goede stap voorwaarts? Nou, dames en heren, ik denk dat we
daarmee de middag kunnen afsluiten en dat er niet meer nieuwe vragen zijn. En bedank ik hartelijk Katelijne Buitenweg voor haar inspirerende verhaal, haar antwoord op diverse vragen. En ik wens haar veel succes in haar rol als Statenraad. Nog een klein aandenken van deze vanmiddag. Kijk eens aan. Nou, dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel. Jullie zie ik als het goed is volgende week terug bij 20 september bij het verhaal van Yevgeny Morozov, die dan vanuit Calabria, want daar woont hij tegenwoordig, zijn verhaal gaat houden over de Big Five tech-fabrieken. En dan gaat hij waarschijnlijk weer voorbeduren op het verhaal waar ook Katelijne vandaag ons heeft doorgezet. Dank jullie wel en tot volgende week waarschijnlijk.